Hallo allemaal en welkom bij aflevering 18 van mijn winterholiday series. Ik heb vandaag voor jullie een scrapbookpagina die gebaseerd is op een sketch. En ik ga ook nog wat mixed media toevoegen. En het leuke van dit project vind ik dat ik eigenlijk van alles kan toevoegen en kan doen waar ik zin in heb. En deze sketch inspireerde me eigenlijk meteen om wat met mixed media te doen. Ik breng een klein beetje gesso aan op mijn ondergrond en dat veeg ik uit met een billendoekje. Waardoor je een hele dunne laag krijgt, maar wel gematteerde laag eigenlijk. Moet je een beetje zeggen, wat dunner laagje. En dit moet even drogen, dus ik drink mijn koffie even op. En ik ben aan het kletsen ondertussen met mijn man. Normaal knip ik dit soort stukjes eruit, maar we zitten echt in een mega tijdlimiet. Want ik ben eigenlijk koffers aan het inpakken en ondertussen filmpjes aan het inspreken. En als ze geüpload zijn nog een keertje in het Engels en zo. Dus ik heb nu even niet de tijd genomen om ze te knippen. Dus je moet maar iets langer kijken naar mijn geknuggel. Ik heb een goud stift van Tombow. Dat is een verre stift. En die moet je heel goed schudden, dan zit er een kogeltje in. En een paar keer op en neer drukken en dan komt er verf uit. En dat is goudverf. En daar heb ik mijn cirkel mee getekend. En op de sketch was die gestikt. Ik heb gewoon een paar cirkels getekend. En dat is eigenlijk mijn hele mixed media ondergrond. Dus ik heb het heel, heel, heel simpel gehouden. Maar ook wel weer, ik vind dat wel leuk om te doen. Ik heb besloten om deze krans uit te knippen. Ik krijg een klein beetje spijt dat ik niet eerst gekeken heb en niet geknipt. Maar goed, je ziet me nu knippen. En ik kan meteen een tip geven over knippen. Beweeg je papier en niet je schaar. Zoals je ziet is mijn hand waar mijn schaar in zit vrij stil. Ik beweeg alleen zeg maar mijn duim en mijn vinger om het blad op en neer te doen. En ik knip ook alleen met het het begin van de schaar. Dus niet met de puntjes, maar alleen met het begin. En het papiertje draai ik rond. En zo is het eigenlijk heel makkelijk om scherp en gedetailleerd uit te knippen. En het gaat eigenlijk nog best snel als ik het zo zie. En deze krans gebruik ik als cirkel op mijn pagina. Want de sketch, die zal je zo meteen wel zien, vraagt om nog een cirkel. Dus die ga ik aan die kant gebruiken. Maar het woordje ever, ever, ever past niet bij deze pagina, vind ik. Ik vind het ook daar net te donker voor. Dus die snij ik eruit, want die wil ik wel gebruiken. En ik knip ook aan de binnenkant de krans netjes uit. Dus zo heb ik van een papiertje een hele mooie embellishment gemaakt. Al vind ik het zelf. Ik had nog een klein beetje gesso op mijn vinger, kwam ik achter. Dus ik heb een kleine witte vlek op mijn krans zitten. Maar hey, niks aan te doen. That's life, zeg maar. En dit papier, ik moet ook zeggen, het knipt ook heel fijn. Het is heel dik, beetje ruw karton. Een cardstock met goudfoliedruk erop. Ik zal van een van mijn favorieten. En ik wilde het al eigenlijk op elke pagina al wel gebruiken. Maar ik kwam er steeds niet van. Dus ik heb maar besloten om ze niet te gebruiken in de kaartvorm waar ze in zaten. Maar om ze vooral te gebruiken als embellishments. En zoals je ziet is het echt een mooie kleur goud. Nu ga ik mijn kaartjes indelen op de manier waarop ze ook op de sketch staan. De sketch vraagt om een label. Die heb ik toevallig gekocht van Heidi Swap met allerlei glittertjes erop. En daar was ik heel erg blij mee. En ik wilde ook graag de cadeautjes gebruiken, want de pagina aan de andere kant had dat cadeautjespapier ook. Dit kaartje met So Many Presents komt uiteindelijk op een hele eigen kaart. Maak ik daar een andere indeling van. En de sketch vraagt ook om een fotomat eigenlijk, of om een grote foto. Dus ik maak daar een fotomat voor van 4x6. En dat is mijn basis. Mijn foto wordt gewoon iets kleiner als 4x6. Nu vind ik het zonde om die mooie Heidi Swap glitter label te gebruiken, als die toch half onder het papiertje zit. Dus ik vervang hem voor een gewone standaard craft label die ik in mijn voorraad heb. Hier de journaling vervang ik voor een sticker van Mijn's Eye collectie. En die plak ik op een kaartje of een stukje papier. Om deze vervolgens met een klein randje uit te knippen. En het stipje haal ik eruit. Dus die
ja, die heb ik een heel klein beetje van het randje afgeplakt. En vervolgens een heel klein stukje met een randje uitgeknipt. Dus hij is gemat eigenlijk, zoals je dat noemt. En ook het gaatje vul ik even aan. Dit kaartje knip ik iets kleiner, want het hoeft niet zo groot. En dan in één keer heb ik daar een pagina. En ik ga nu alles vastplakken. Hier zorg ik ervoor dat de ronde hoekjes van mijn kaartje af is. Want dat niks van mijn kaartjes hebben ronde hoekjes. Dus dat vind ik eigenlijk zonde om te gebruiken. Wat ik ook zonde vind is om die hele krans te gebruiken terwijl ik er maar een halve op ga plakken. Dus ik knip die door midden en plak de helft op. Het andere kaartje plak ik op. En daaroverheen de label. Dus het is altijd een beetje schuiven en een beetje passen en meten van nou, hoe zat het ook alweer en hoe gaat het nu vastzitten. Maar ik vind hem echt heel erg leuk geworden en hij is echt heel erg simpel, maar wel heel erg leuk. Ik ga nog even op zoek naar wat embellishments. Niet heel erg veel. Ik plak hier en daar ik plak nog wat goud op inderdaad, een gouden sneeuwvlok. Ook omdat het kaartje met de sneeuwvlokjes erop zit. En ik voeg uiteraard nog wat washi tape toe, want dat, op de sketch staat ook washi tape. Het labeltje, dat haalt het niet, die komt er niet op. Hier moet ik even nadenken wat ik ga gebruiken. En dan kijk ik gewoon altijd even rond, wat heb ik, wat vind ik leuk. Even met een fris oog ernaar kijken. Ik zoek duidelijk nog iets, maar ik weet zo 1, 2, 3 niet meer wat ik eraan toegevoegd heb. Misschien heb ik het wel zo gelaten. Oh, die is ook zo ontzettend leuk, dat labeltje met dat hertje. Kerstboompje komt er nog bij. Die Bloeikop 3D foamdotjes. Die komt dus uit de Wish Season van Fancy Pants, die lijn. En dat is een embellishment kit ook. Of embellishment pack, moet ik zeggen. En die zit echt bomvol. Ik heb nog niet eerder zo ontzettend veel ephemera in één pakket gezien. Dat is echt heel erg leuk. Hier voeg ik de washi tape toe. Een klein beetje ananas tape nog uiteraard. En dan is dit mijn pagina geworden. Even kijken. Ja, ik ben zo'n beetje door mijn tijd ook heen. Ik voeg hem aan de zijkant nog even toe. En ik vouw hem even recht. Komt een foto op en nog een tekstje. En dan is die klaar. Jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.